Dingdrong Taki is een onderzoeksresultaat die middels twee activiteiten is gepresenteerd door de sociale culturele vereniging Kifoko. Gisteren is de eerste activiteit in het CCS gehouden. Het bestond uit een lezing getiteld Ontwikkeling van Afrikaans-Surinaamse muziekstijlen met nadruk op Apinti in CCS. André Moses, oprichter van Kifoko, was de inleider op deze lezing. Het onderzoek van Dingdrong Taki is verbonden met het praatelement van de drum, vertelt Eddie Lante, coördinator van dit project. Volgens Lante is Kifoko op zoek naar personen die ervaring hebben op het gebied van de kunst en de drum. Dingdrong Taki heeft als doel aan kennisoverdracht te doen middels video- en audioproducties van de sociale muziekstijlen bij de Afro-Surinamers. Moses gaf tijdens zijn inleiding aan waarom hij de nadruk op Apinti legt. En Apinti is een communicatiesysteem dat gebaseerd is op drumklanken, herkenbare codes. Codes die alleen maar in de Apinti zijn bewaard. Dat betekent dat als de Apinti verdwijnt, dan verdwijnen die codes ook. Dan verdwijnen de verhalen die achter deze codes zitten, die zullen allemaal verdwijnen. Daarom moeten we proberen dit communicatiesysteem dat Apinti heet te bewaren. Moses zegt verder dat binnen de muziekwereld er gebruik gemaakt wordt van verschillende muziekinstrumenten. Volgens de Kifoko-oprichter is het belangrijk dat de muzici weten hoe ze deze instrumenten moeten harmoniseren. Om al deze instrumenten te harmoniseren. Wat we zien in het Caribisch gebied is dat er weinig docenten zijn om je te leren hoe je op een verantwoordelijke manier deze instrumenten, de instrumenten waarvoor je kiest, want je kan niet met allemaal, dat kan. Maar een groep mensen kiest er niet voor om al deze instrumenten samen te gebruiken, maar het kan. Hoe meer je kiest, hoe lastiger het wordt om ze te harmoniseren. André Moses, oprichter van de sociaal-culturele vereniging Kifoko, tijdens de eerste activiteit in het kader van het onderzoeksresultaat Dingdrong Taki. De volgende activiteit van dit project zal 5 maart gehouden worden. Dit zal dan een workshop zijn getiteld Het harmoniseren van drumklanken. André Moses zal dan een overdrachtsmethode introduceren.